Hoe is het met iedereen? Laat even weten. How is everybody? Hebben we zin in deze week? Ik wel. Overigens, Oké, goed zo. Dit is de laatste week dat ik voor nu live ga. Volgende week ga ik niet live. Dus dan weten jullie dat. Ik neem wel alvast de energiereading. De week energiereading neem ik op. Maar ik ga dus niet live, want dan is het daily tijd. Dan ben ik er eventjes niet. Dan ben ik lekker met mezelf en gezinnetje. Even lekker, ja, me-time. Oké, gaat goed. Lekker in mijn me-time. Heel goed zo. Heel goed, heel goed. Alles oké hier. En ik lees ook jawel op Facebook. Ik ga ook even kijken. Dat ga ik volgende week doen. Toch nog even kijken naar deze dag. Want het is een dinsdag. De meeste mensen werken overdag. Dus ja, misschien moet ik toch maar deze uitzendingen door de week gaan doen. Als dat voor de meeste mensen dan beter uitpakt. Hoi lieve Deli, bedankt weer voor jouw inzet voor ons. Graag gedaan en met liefde. Dankjewel, dankjewel dat het gewaardeerd wordt. Zeker alles goed hier, net terug van sporten. Nou, ook lekker. Dus deze week is de laatste week voor dat ik live kom. Op dit tijdstip sowieso. En volgende week ben ik er dan een weekje eventjes niet om live te komen. Hoi Sharine. En de week daarna moet ik even kijken hoe laat en wanneer ik live kom. Ik overweeg echt om dat toch in de avond te gaan doen. Ik heb het nu in de ochtend geprobeerd een tijdje. En ging wel. En in de middag nu geprobeerd. En we gaan misschien kijken of de avond een betere optie is. Omdat ik van heel veel mensen krijg ik berichtjes van ik kan er niet bij zijn, want ik ben aan het werk. Maar jullie kunnen het altijd terugkijken op YouTube. Dus misschien vanaf week 43 in de avond doen. Oké? Genieten van mijn me-time op mijn vrije dag. Oké. Goed. Allereerst, hartelijk dank aan al mijn abonnees. Mijn volgers op Instagram, abonnees op YouTube. Iedereen die mee heeft gedaan met beide giveaways. In de besloten Facebookgroep heeft Sas gewonnen. En ik heb afgelopen zaterdag de winnares gekozen voor de giveaway van de tweelingzielen reading van een uur. Ik heb ook contact met haar gehad. Haar naam is Wilma. Wilma K. Zij heeft gewonnen. Zij zit niet op Facebook volgens mij. Of in de Facebookgroep in ieder geval sowieso niet. Ook niet op Instagram. Maar ik heb wel contact met haar gehad. Zij volgt mij via YouTube. En zij was heel blij met haar prijs. Vanaf de 18 oktober is mijn verjaardag. En er werd aan mij gevraagd. Ik kom uit 82. Ik word 38 dus dit jaar. Dus bij deze weten jullie dat. Voor degene die het hebben gevraagd, een paar mensen vroegen het aan mij. Maar op de 18e op mijn verjaardag heb ik weer een giveaway. Tegen die tijd ga ik vertellen hoe je eraan mee kunt doen. En dat ga ik dus elke 18e van de maand doen. Want op 18 december ben ik dus vorig jaar ook gestart met mijn YouTube kanaal. Ik heb er daarna niet zo heel veel mee gedaan tot aan dit jaar, begin dit jaar. En daarna is het echt als een trein gegaan, hè ladies? Goed, genieten van mijn me-time op mijn vrije dag. Oké, genoeg gesproken. En uiteraard gaat mijn dank ook uit aan iedereen die een donatie doet via PayPal of via Tiki. Alle mensen die bij mij een reading boeken. En sowieso iedereen met wie ik mooi contact heb op Instagram, Facebook, YouTube. Mwah, love you all. We gaan kijken naar deze week. Ik ben geen kreeft. We zijn wel 38, maar ik ben geen kreeft. Ik ben een weegschaal. Oké, wat heb ik alle mededelingen verteld? Ja, wat mogen te weten komen over deze week? De volle maan is net geweest. En ik sprak een aantal ladies. En die vertelden aan mij dat ze hun tweelingziel niet voelen. Dat het lijkt alsof ze geen contact meer hebben met hun tweelingziel in de energie. En ik heb
5 verschillende vrouwen gesproken. En die vertelden me eigenlijk hetzelfde. En vandaag dan nog 1 iemand. Dat was de 6e dan. Dus als jij ook dat gevoel hebt, laat mij dat even weten. Dat je dus je tweelingziel niet voelt. Alsof er geen contact is, hè. Natuurlijk zijn jullie altijd met elkaar verbonden. Maar soms lijkt het alsof je dan, ja, in de energie, alsof de persoon helemaal weg is of zo. Alsof het universum een soort van, ik zeg altijd, een mooie glazen, dikke glazen wand erin heb, ertussen heb gestopt. Zodat er geen energie doorkomt of zo. Oké. Goed. We gaan even kijken naar deze week. Ik wil nog 1 kaart voor de 9 of Michael. Waarom ligt de 9 of Michael hier? Mag ik 1 kaart clarifying? Wauw, de Ace of Gabriel. Oh my god. Oké, ja, typisch. Er lijkt afstand. Ik twijfelde ook gewoon opeens even aan alles. Nou, herkenbaar. Klopt inderdaad. Ja, ik ook was ineens verdwenen. En juist een hele heftige mooie binding dat er was. Ja. Ik moet altijd even spieken bij dit deck, want ik gebruik het nooit. Ik krijg al een paar dagen, ja, ik ken het gevoel van geen energie. Ja, dat gaan jullie nog vaker krijgen, hè. Dat ga ik je vast vertellen van, moment hoor, ik moet even kijken van, The Suit of Ariel is, The Suit of Ariel, wat is dat? Ik moet even spieken hoor, want ik werk nooit met dit deck. Maar, 5, oké, van Pentakels. Oké, de 6 van Pentakels. Ik krijg al het hele weekend heb ik het gevoel alsof er, alsof er een engel bij mij is. En ik dacht, dat is aartsengel Michael. Dus ik ging er helemaal vanuit dat aartsengel Michael is. Alleen, ik krijg via verschillende kanalen, ook alle kaarten die ik trok voor mezelf, krijg ik steeds aartsengel Raphaël door. En Raphaël gaat onder andere over heling en healing. En ik heb het idee, van het weekend postte ik dat ook nog, hè, van het lijkt alsof het stil is in de energie. Alsof er iets stil staat of zo. Dat postte ik nog in mijn story. En ik heb het idee alsof we als collectief massaal aan het helen zijn. Vooral in het tweelingzielen collectief, dat er echt een hele sterke heling plaatsvindt. En ik ga daar wat vaker over vertellen. Ik ben me daar nu helemaal in aan het verdiepen. Met name de onderste, de lagere chakra's. En als ik niet over chakra's spreek, gaat het natuurlijk over energiecentra's. En de thema's die daarbij horen, hè, dat is dus de wortelchakra of de basischakra, de sacrale chakra. En daarna komt de solar plexus chakra. Dat is allemaal onder je hartchakra, dus onder de hartenergie. En basis is aardeelement. De tweede heeft te maken met emoties. En de derde chakra gaat over vuur, je passie. En je vierde chakra staat voor lucht. En ik heb echt het idee alsof er zowel bij de tweelingziel man als de tweelingziel vrouw, dus bij jou en je tweelingziel, dat daar gewoon echt heling op plaatsvindt, vooral op die onderste chakras. Dus alles wat te maken heeft met veiligheid, met intimiteit, met je niet goed genoeg voelen, met de afwijzing, je niet geaccepteerd voelen, papa-mama trauma. Dus alles wat te maken heeft met de derde dimensie. Dus wat gaat over macht, controle, dualiteit. Dus angst. Hè? Alles wat gebaseerd is op angst. Dat wordt nu geheeld. Massaal geheeld bij beide partijen. En dat zorgt er dus ook voor dat je veel meer vanuit je hart kunt gaan leven. Maar om dus vanuit het hart te kunnen gaan leven, is het wel belangrijk dat de onderste, de lagere chakras, dat die gezuiverd zijn, gereinigd zijn. En dat je ook voor een grotendeels geheeld hebt en verwerkt hebt. Dus ik denk dat daarom aartsengel Raphaël bij mij is geweest. Waarschijnlijk moet ik daar iets mee gaan doen. Dus ik laat jullie nog weten wat het wordt. maar dat geldt dus ook voor je tweelingziel. Dus het kan best zijn dat daarom er even geen contact is in de energie, omdat jullie beide misschien naar binnen mogen keren
om te gaan onderzoeken van, goh, waar zit het hem nog in? Waar mag ik van helen? Wat mag ik loslaten? En ik zeg altijd, helen kan ook net zo simpel zijn dat je iets aankijkt, hè? Ik heb altijd één keer in de twee maanden mijn innerlijke checkdag. Dat is het moment dat ik stilsta met mezelf, met alle tools die ik heb. En dan sta ik stil bij mijn innerlijk kind. En dat had ik dus afgelopen vrijdag. En dat negeerde ik een beetje, want ik dacht van, god, het gaat hartstikke goed met mij. Ik hoef daar even niks mee te doen. En zaterdag werd ik ineens overvallen door allerlei gevoelens en emoties. En ik had echt vanaf mijn borst tot aan mijn voeten had ik zo'n heel naar gevoel van angst. En dat was dus iets van heel lang geleden, heel oud. Van toen ik echt jong was, was ineens omhoog gekomen. En toen dacht ik, ja natuurlijk, ik heb geen aandacht geschonken aan mijn innerlijk kind. Dus ineens was het er. En dus ik heb daar wel aandacht nu aan geschonken. En toen ook gewerkt met aartsengel Raphaël. En dat ook weer herheling naartoe gebracht. Dus ik denk dat wij, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat we massaal aan het helen zijn. We gaan ook natuurlijk naar 2021. Het wordt weer een heel ander jaar. We gaan van een 4 naar een, volgens mij is het een 5. Als het gaat naar numerologie, dat is naar een 5 jaar. 5 staat voor verandering. Dus buckle up. Maar goed, deze week als eerst. De allereerste kaart die eruit valt is The World. De wereld. Als ik hem zo hou, kunnen jullie hem al bij zien. Ja. De wereld, de wereld, de wereld. En de wereld is altijd een hele mooie kaart. Kan te maken hebben met reizen. Dat je ergens naartoe gaat. Of dat je tweelingziel ver van je vandaan is. Maar de wereld is ook altijd een einde. Wat gevolgd wordt door een nieuw begin. Er wordt een cyclus komt tot een... Er komt iets tot een voltooiing. Dus, nogmaals. We zijn aan het helen. En iets wordt voltooid. Er komt iets tot een eind. Ik ga straks even kijken naar wat het is. Daarnaast ligt wel de Ace of Gabriel. Ja? Dat was de kaart die ik extra heb getrokken. Ace is een nieuw begin. Op de Nine of Michael. Want er gaat iets tot een eind komen. Maar op dit moment is er nog heel veel stress of zorgen zijn er. Over bepaalde zaken. Kan te maken hebben over met een relatie. Dat het daarover gaat. Maar het kunnen ook andere stress of zorgen zijn. Daar ga ik zo meteen naar kijken. Want toen ik vroeg van waar gaat het over? Dat is dus een nieuw begin. Dat is de Ace of Gabriel. En de Ace of Gabriel is volgens mij de aas van. Ik moet altijd even kijken naar dit deck. Is de aas van staven. Ik moest even kijken. Dus een gepassioneerd nieuw begin. En daar is de stress over. Daar is de stress over. Maar weet wel, er gaat iets tot een eind komen. Dus ik denk dat er een eind komt aan een situatie waar je heel veel stress over hebt. Wat te maken heeft met een nieuw begin. Het kan zijn met iemand of het kan zijn met iets in je leven. Of met een baan of whatever. Daarnaast ligt de Eight of Gabriel. Dat was de kaart die daarnaast viel. En dit is de Acht van Staven. En de Acht van Staven is altijd snelle beweging of heel veel communicatie. We gaan zo meteen ernaar kijken. Verder waren deze twee kaarten, die vond ik ook heel belangrijk om mee te nemen, de Zeven van Staven. En daar, dat gaat over voor jezelf opkomen, hè, laten zien waar je in gelooft. En volgens mij is de Nederlandse uitspraak niet het kaas van je brood af laten eten of zo, toch? Ik kan het zo goed in die uitspraken, maar dus voor jezelf opkomen. Dus deze week, ik ga zo meteen verder kijken naar wat het is. Deze week komt er een eind aan een situatie wat betrekking heeft, wat te maken heeft met iets wat jou heel veel stress heeft gegeven. En die stress had te maken met een nieuw begin. Het kan zijn met een persoon of het kan zijn met jezelf. En zodra daar dus een eind aan komt, dan gaat het ineens allemaal heel snel. Als het te maken heeft met dat je heel veel communicatie met iemand gaat hebben, geef duidelijk je grenzen aan. Laat ook duidelijk zien van tot hier en niet verder. Ik ga even excuses zeggen voor het licht, want waarschijnlijk zien jullie allemaal rondjes in de kaarten. Excuses daarvoor. Want ik heb allemaal lichten hier aanstaan, zodat ik fel in het licht zit. Maar dat is alleen voor jullie heel vervelend. Dus
Volgende keer even anders. Excuus daarvoor. Maar er gaat iets onverwachts zijn. Dat is deze kaart. Een succesvol onverwachte gebeurtenis voor een aantal van jullie. Wat ik hier allemaal doe is heel algemeen. En dat is een beetje de... Ja... De turn of events wil ik bijna zeggen in deze situatie. Wat je dus niet verwacht of ziet aankomen. Iemand gaat het bijvoorbeeld heel aardig doen. Terwijl je het niet verwacht. Of je gaat een meevaller krijgen. Dat kan ook, dat zegt die kaart ook. Oké? Laten we eens verder gaan kijken naar deze week. Want ik ben heel benieuwd naar wat er tot een eind komt. Het thema voor deze week. Ah, kijk, onderkant dek is een nieuw begin. Heel mooi. En die ligt dus hier ook. Die ligt dezelfde kaart als dat. Het thema is dus, er komt een eind aan een situatie of aan een periode. Wat dus te maken heeft met natuurlijk een stukje heling, een stukje verwerking. Maar ik denk zelfs meer dan dat. Dus ik ga even kijken waar het op betrekking heeft. En ik ga zo meteen ook nog even wat extra kaarten trekken voor de boodschappen om aan jullie mee te geven voor deze week. En als deze reading met je resoneert, vergeet niet te liken of laat het even weten. Wat mogen we nog meer te weten komen over deze week? De lichtcirkel was precies om de engel. Oh, echt waar? Wauw. Nou, kijk eens aan. Wat mogen we nog meer meegeven over deze week? Ik ga nog één keer schudden en dan gaan we kijken naar deze week. Ik denk dat een aantal van ons zo'n shift gaan maken. Als iemand ineens heel aardig gaat doen, word ik meestal wantrouwig. Oké, nou. Zeg toch iets over jou, hè? Nee hoor, maar ik begrijp wat je bedoelt. Vooral als mensen helemaal niet aardig doen en ze gaan ineens, ineens super aardig doen, heb ik ook hoor. Dan denk ik ook van, wat wil je van me? Onderkant dek is die Ace of Pentacles. Er is dus een nieuw begin. Die gaat nieuws krijgen. Er is een nieuw begin. Dus er komt zeker iets tot een eind. Waar het over gaat, ga ik nu even naar kijken. Wow, Judgment. Met de Ten of Wands. Met de Seven of Pentacles. Met de Nine of Wands. En de Three of Pentacles. Even kijken. Met de Queen of Swords. Het kan best zijn voor een aantal van jullie dat iemand weer terugkomt in je leven. Iemand met wie je had gebroken. Iemand met wie je zoiets had van, nou, jou wil ik even nu niet zien. Ja, jou wil ik nu even niet zien. Dat die persoon terug gaat komen in je leven. En dat die verhaal komt halen of zo. Omdat die persoon is daar helemaal nog niet klaar mee. Oké. Ik ga nog één kaart nemen. Wauw. Ja. Wauwie. Onderkant dek is de... Oh god. Kijk. 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 Oké. Goed, een heleboel scenario's, dus ik moet gaan kiezen. Wat ik net al zei, er komt een eind aan een situatie. Ik heb niet eens ruimte, joh. Er komt een eind aan een situatie. Even opschrijven. Een situatie wat jou heel veel stress heeft gegeven. Ja, deze week. En dat gaat denk ik over een relatie die je hebt met iemand. En... deze persoon, daar heb je nu geen contact mee. Je hebt het contact met deze persoon verbroken. Ja? Maar die gaat terugkomen. En het is aan jou of je het toelaat of niet. Want je hebt het al eerder verbroken met die persoon. Je hebt al gezegd, tot hier en niet verder. Als je niet contact hebt gebroken met die persoon, kan het zijn dat die persoon met jou het contact had verbroken. Of dat je je grens hebt aangegeven van, zoals het nu gaat, wil ik niet meer dat het verder gaat tussen ons. Ik denk dat dat is geweest. Je hebt gezegd, stop. En dit, de judgment kaart is vaak als iemand terugkomt, of second chance, of vergeving, weet je.
Want onderkant dek is de twee van bekers met de victory kaart. Het is een hele mooie kaart. Ja? Het is een hele mooie kaart. De twee van bekers kan zijn letterlijk de geliefde. En er gaat een overwinning zijn in het contact. Oké? Okay? Als het dus om die persoon gaat. Wat bedoel je met of andersom? Deze situatie was echt een situatie wat al heel lang heeft geduurd. Hè? Het weegt ook heel zwaar. En eigenlijk was je al een beetje aan het opgeven dat het goed zou komen. Maar goed. He's coming. En vraag niet hoe. Vraag ze alleen aan jou van, wat ga je doen? Want jij hebt al besloten van, ik ga verder met mijn leven. Tot hier en niet verder. Ik ga investeren in mezelf. Ook al duurt het al heel lang, of ook al duurt het lang voor wat ik wil. Ik ga investeren in mezelf en ik ga verder met mijn leven. Want er is iets dus gebeurd wat ervoor heeft gezorgd dat jij eindelijk je queen power bent gaan omarmen. Je bent jezelf gaan zien als volwaardig. Als iemand die van dezelf houdt. Trots is op dezelf. Weet wat ze in huis heeft. En met niks en niemand genoegen. Of minder, niks minder genoegen neemt. Dus dat is een beetje wat ik zie in de eerste scenario. En wat dus kan betekenen dat deze persoon terugkomt. Wat ergens voor jou ook een beetje een wens in vervulling is. Maar goed, jij bent wel heel erg gericht op jouw toekomst. En de vraag is, hoe graag je dat ook wilt, past deze persoon bij jouw toekomst? That's the question. Of deze persoon bij jouw toekomst past. Ja? Als het niet daarom gaat, dan heb jij deze week een paar uitdagingen waar je mee wordt geconfronteerd. En er wordt aan jou gevraagd om duidelijk je grenzen aan te geven. Heel helder daarin te zijn. Want anders ga je niet van deze les leren. Dan blijft het zich herhalen in je leven. En dan blijft het voelen als iets wat zwaar weegt, waar je niet van afkomt. En dat je alleen maar op de overlevingsstand moet door blijven gaan. Het antwoord is nee. Het is belangrijk dat je teruggaat naar jezelf. Leert van deze lessen. En dan voor jezelf bepaalt van hoe wil ik nu verder. Hè? Wat tolereer ik wel, wat tolereer ik niet. Ook jezelf aan de afspraken houden die je met jezelf maakt hierover. Zodat je weer stabiliteit hebt in je leven. Dit is de happy home, happy family kaart, maar het gaat ook over stabiliteit. Dus hoe kun je stabiel zijn? Hoe kun je weer stabiliteit hebben in je leven? En met name je innerlijk leven. Heel belangrijk. En het is belangrijk dat je blijft investeren in jezelf goed voelen. Oké? Daarin, ook al duurt het misschien voor jouw gevoel heel lang, blijf daarin investeren. En denk er goed over na. Wie je graag in je aanwezigheid wil hebben. Wie je bij je wilt hebben en wie niet. Als je merkt dat met sommige mensen dat je gewoon niet daarmee overweg kunt of niet mee kunt samenwerken. En het kan ook gewoon familieleden zijn. Bepaal voor jezelf van oké, wat wil ik hiermee? En als je dan ook voor jezelf kiest om verder te gaan, hou je daar ook aan vast. Tuurlijk, als familieleden zijn is dat altijd een moeilijke kwestie. Maar dan nog kun je voor jezelf kiezen. Als je niet letterlijk weg kunt gaan, kun je ook voor kiezen om je te distancieren van de drama, noem ik het maar even. Met tussen aanhalingstekens drama. Dus dan kun je je distancieren van alles wat er gebeurt waar je niet mee kunt verenigen, bijvoorbeeld in de familie. Oké? Heel belangrijk.
Wat ik net al zei, is voor een aantal van jullie gaat er deze week iets heel moois gebeuren. Dit is de wens in vervulling kaart en dit is een onverwachte meevaller. Het kan zijn financieel, maar het kan ook gewoon zijn in contact met iemand dat je er totaal niet verwacht. Dat iemand zich ineens heel open, heel fijn, meewerkend, liefdevol opstelt. Terwijl je dat niet had verwacht. Deze week is overigens een hele mooie week om je te connecten met familie en vrienden en feesten vieren. En gezellig met elkaar te zijn en het leven te vieren. Daarnaast 10-10 portaal. Ik ga live in mijn Facebookgroep, moet ik nog communiceren. En we gaan wat doen met die 10-10 portaal. 10-10 zaterdag is een hele mooie portaal. 1 staat voor een nieuw begin en 0 gaat natuurlijk over oneindigheid. Dus wat laat je achter en wat wil je gaan creëren? Dat is deze kaart. Vergeet niet zaterdag om er een mooi ritueel op te houden op de energie van de 10-10 portaal die open gaat. Bekijk nogmaals voor jezelf van wat zou ik heel graag in mijn leven willen. Misschien wil je zelf anders in het leven staan. Misschien wil je veel meer als de Queen of Wands. Dus veel meer vanuit zelfverzekerdheid, vanuit trots op jezelf zijn en heel veel eigenwaarde. Misschien meer zelfliefde en er gewoon voor durven gaan. Want zij is een goal-getter, dus ze gaat er gewoon voor. Misschien zijn dat de wensen die je hebt. Dan zou ik dat ook gewoon manifesteren. Dus een nieuwe versie van jezelf manifesteren. Weet je, zou ik gewoon doen. Dus deze week, wat ik dus al zei, kan te maken hebben met het feit dat er een nieuw begin gaat zijn in een relatie. Hè? Iemand die jij als het ware hebt buitengesloten is een beetje een raar woord. Maar iemand waarvan jij hebt gezegd tot hier of niet verder. Of die persoon heeft dat bij jou gedaan tot hier en niet verder. Dat kan natuurlijk ook, hè? Want het werkt twee kanten op. Die gaat terugkomen. En of jij gaat terug naar die persoon. Dat kan natuurlijk ook. En dan is dus ook de vraag van, hoe gaat dat uitpakken? Zo te zien gaat het positief uitpakken. Maar als jij teruggaat naar die persoon, houd er rekening mee dat die bijvoorbeeld, waar is die kaart? Hier. Dat die wel eerst defensief kan gaan doen. Ja? En andersom ook, als die persoon terugkomt bij jou, is de vraag van, past deze persoon zoals die persoon is op dit moment in jouw leven? Als het daar niets mee te maken heeft, dan wordt er aan jou gevraagd deze week om van je lessen te leren. Heldere grenzen te hanteren, die ook te bewaken. De afspraken die je met jezelf maakt, ook die nakomen. Want dat gaat jou helpen om te groeien. Maar dat niet alleen. Ik krijg even wat door. Voor een aantal van jullie gaat het betekenen dat je daardoor veel zekerder van jezelf kunt zijn. Als jij deze week uitgedaagd wordt, dat is het. Als jij deze week uitgedaagd wordt door een les en je doet niks met deze les, blijft die zich herhalen. En hij komt steeds lelijker terug. En bij mij is lelijk altijd dat, weet je. Hij komt steeds lelijker en heftiger terug. Dus doe er iets mee. Oké, ik ga nog even wat kaarten trekken. De zegening van alomtegenwoordigheid. Wat een woord zeg. De zegening van alomtegenwoordigheid. En er staat adem licht in en adem ongewenste gedachten uit. Komt-ie. Blijven hangen in wat is geweest of zou kunnen zijn geweest heeft geen zin. Voel het genezende alomtegenwoordige licht dat je omgeeft en vervult. Richt je op het heden, want dat is gezegend met oneindig potentieel. En dat is dus de judgment kaart waar ik het net over had. Leer van de les. Yes? Leer van de les. Niet blijven hangen. Leer ervan en ga verder. En de tweede kaart is nu. Doe hem even zo, dan ziet iedereen hem. Nu is de zegening. Liefde is een tijdloos moment in het eeuwige nu. Je neemt de gisteren, vandaag en morgen, Je neemt een gisteren, vandaag en morgen waar, maar in feite is er alleen maar nu. Je richt op het verleden of de toekomst weer. Weerhoud je van ten volle leven en de zegeningen van het leven ontvangen.
Richt je bewustzijn naar binnen en je zult een tijdloze zegening ontvangen. Dus ook heel belangrijk om deze week in het hier en nu te zijn. En daar ook in te blijven. Dan trek ik snel nog even wat kaarten voor onze tweelingzielen community. Houd er rekening mee als je je tweelingziel niet voelt. Hè? Dat gaat vaker gebeuren. Dat is altijd in de connectie. Dan worden jullie als het ware eventjes energetisch dat er even geen verbinding is. Ik weet nog, in het begin vond ik dat heel moeilijk. Omdat je dan gaat twijfelen aan de connectie. Je gaat twijfelen aan die persoon. Of het echt is wat je meemaakt. Vooral als je het begin van de connectie hebt, ga je denken, oh, is het allemaal echt wat ik heb meegemaakt? Houdt die persoon nog wel van mij? Het is allemaal heel aards. Als het je tweelingziel is, zijn jullie natuurlijk altijd met elkaar verbonden. Maar wat ik wel weet is, soms gebeurt het ook kort voor union. Hè? Dus kort voordat je bij elkaar komt, kan het zijn dat je elkaar eventjes niet voelt. En daarna is die persoon er echt volop weer. In andere situaties gebeurt het dus wanneer je echt even naar binnen moet gaan keren. Soms heeft je tweelingziel natuurlijk daar een bewust aandeel in en die sluit zich echt gewoon af. Hè? Die sluit zich, zijn hart als het ware gaat helemaal dicht. Het kan dus ook te maken hebben met het feit dat jouw hart gesloten is op dit moment. Er zijn verschillende redenen en wat ik eigenlijk wil aangeven van ongeacht de reden, ga je het wat vaker meemaken dat je even het contact, lijkt het alsof het contact even weg is tussen jullie. Maar het contact is er altijd. En je kan ook altijd aan het universum nog even om een signaal vragen. Als je dat behoefte aan hebt, als je dat nodig hebt. Wat jou dan op dat moment gerust moet stellen dat er echt wel nog heel veel tussen jullie is. Tot slot. Lachen is de beste therapie en liefde is de allerbeste medicijn. Maak samen plezier, veel plezier. Dat is de eerste kaart. Tada. Tada. De tweede kaart is, er wordt meer van je gehouden dan je ooit zult beseffen. Denk er altijd aan, ik hou van jou. Heel mooi. Heel mooi. Ach, tweelingziel. Nou, hij ligt hier. Je tweelingziel is in de geest al met je samen. Wees daar maar van overtuigd. Dus voor iedereen die het gevoel heeft van, ik voel hem niet, help, ik voel hem niet. Dat soort berichtjes krijg ik ook wel eens. Daily help, ik voel hem niet. Ja, ik weet het, gebeurt wel eens. Wauw. Romantiek Cupido-spel treft zijn doel. En zaterdag als je aan de slag gaat met die 10-10 portaal, de energie van de 10-10 portaal, vergeef jezelf, vergeef elkaar ook, hè. Wachten, niets forceren, laat de natuur haar eigen weg gaan. Dus vergeef elkaar, heel belangrijk, hè. We zijn allemaal maar mensen, niemand is perfect, onthoud dat, niemand is perfect. Je probeert iets te forceren, geef het de tijd. Nou, laatste boodschap. Oké. Okay. Ladies. Deze reading kun je vanavond bekijken op YouTube. Volgende week is er geen live week energie reading. Want mevrouw Koffie gaat eventjes lekker me-time houden. De week daarna ga ik kijken of ik nog steeds op dinsdagmiddag op dit tijdstip kom. Of dat ik in de avond kom. En nogmaals hartelijk dank aan iedereen voor jullie steun, voor jullie lieve berichtjes. Als je het niet hebt gedaan, meld je aan voor mijn besloten Facebookgroep. De link daarvan vind je onder deze video waar je hem ook bekijkt. En anders stuur mij een DM. Ik zit me af te vragen van of ik nog wat wil vertellen. Nee, 18 oktober is de allereerste giveaway. Ik zal tegen die tijd vertellen hoe dat in zijn werk gaat. En dan vanaf dat moment, elke maand op de 18e, heb ik een giveaway. Zo wil ik terug doen voor de community. Als je dat nog niet hebt gedaan, meld je aan ook. Of abonneer je op mijn YouTube kanaal. En ik wou zeggen meld je aan op YouTube, nee. Abonneer je op mijn YouTube kanaal en volg mij ook op Instagram. Ik stuur iedereen heel veel liefde en licht. Wees lief voor jezelf deze week. Ook als je weer dus oog in oog komt te staan met je les of de lessen. En je handelt niet zoals je dat graag zou willen.
Hè? Want je trapt er weer in, bij wijze van spreken. Of die persoon maakt weer gebruik van je goedheid. Of je bent, noem maar wat, weer. Je hebt iemand weer over je grens heen laten gaan. Of je hebt weer niet voor jezelf iets gezegd. Of je bent weer niet voor jezelf opgekomen. Of weet je, of je hebt iets nagelaten om te doen. Wat het ook is. Wees mild voor jezelf. Oké? En weet, je bent er nu bewust van. Volgende keer pak je het beter op. Ciao! Doeg!